Ze zitten achter me aan. Hoe weet je dat? Ik stond voor het raam van mijn huis en tegenover mijn huis is een tramhalte. Ja. Er stonden een aantal mensen. Er stond een man tussen, die keek mij strak aan. Ja. En ging toen opeens bellen met zijn gsm. Ja. Volgens mij heeft hij maffia georganiseerd om mij te doden. Ja, ja. Vind je dat bijzonder dat iemand belt met zijn gsm? Hij wel, want hij keek me strak aan. Ja, ja. Maar hoeveel mensen stonden daar op de tram te wachten? Nou, 25, 30. Ja, ja. Nou, die tram die rijdt 6 keer per uur. Dus 6 keer 30 mensen is al 180 mensen per uur. De tram rijdt misschien 16 uur per etmaal. Dan zit je al op een kleine 3000 mensen die daar voor jouw huis staan te wachten. Die zullen ook wel eens af en toe naar boven kijken. En hoeveel denk je nou dat er een gsm bij zich hebben van die 3000? Nou, heel wat. Ja, hoeveel? 30%. Ja, nou, dan zit je aan 1000 mensen die elke dag voor jouw huis staan met een gsm bij zich. Mm-hmm. Dus dat wordt zo, helemaal niet zo bijzonder. Geloof je me niet? Ja, ik geloof je wel. Maar het is juist zo normaal dat ik denk als ik bij jou voor het raam ga staan, dat ik wel 2 mensen tegelijk zie bellen. Maar dat zegt mijn vader ook. Die gelooft me ook niet. Die zegt gewoon, dat is niet waar. Ja, maar ja, ik ben niet jouw vader, maar het is, ja... Het is toch zo normaal eigenlijk. Denk je dat ik gek ben?